liefde gemeente en degene die thuis nog mee mogen luisteren. De schriftlezing deze avond zal zijn uit 2 Korinthe 4, van vers 7 tot het einde. Er zullen straks 2 collecten worden gehouden, waarvan de eerste zal zijn voor de leraar en de tweede voor het GPS. Willen we deze avonddienst beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. We zeggen nu Psalm 25, vers 8. Vers 7. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij Godes en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil,
opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij, die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren. O Allerhoogste Majesteit, als wij in deze ogenblikken uw heilige naam aanroepen in de weg van het gebed, zou u ons dan willen bedelen met eerbied, met hoge gedachten van u, de Hemelse Majesteit, en met lage gedachten van onszelf, nietige mensen, uit Adam voortgekomen, goed geschapen en diep gevallen. Maar nochtans, ook aan de avond van deze dag gebracht, onder de bediening der verzoening, waar het u van eeuwigheid behaagd heeft, uit het verloren mensengeslacht u een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven, dat volk door u tevoren gunstig uitverkoren tot uw erf en lot, wat toegebracht wordt naar het welbehagen zoals u dat gelegd hebt in de hand van de middelaar, door wiens hand het welbehagen gelukkiglijk voortgaat. En daartoe bedient u zich van de prediking van het evangelie, om geestelijk dode zondaren te roepen uit de dood tot het leven, uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En Heren, nog gaat u voort met dat kerkvergaderende werk. Nog is het getal niet vol. Ook op deze dag heeft de zon aan de hemel gestaan als een woordeloze getuige van uw eigen woord. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. O Heere, wij bidden u, als we dan aan de avond van deze dag rondom uw dierbaar woord bijeen zijn, zou u het woord levend en krachtig willen maken, opdat geestelijk doden de stem van de Zoon van God mogen horen, opdat er vanavond nog pijlen mogen treffen in harten van 's konings vijanden, opdat er ook vanavond naar huis zouden gaan, bij wie er een wond in de ziel geslagen is, die door niemand anders geheeld kan worden dan door hem, die grote heelmeester, die van u geschonken middelaar, die zijn leven gegeven heeft en zijn bloed gestort heeft,
om vijanden met u te verzoenen en om goddelozen te rechtvaardigen. En Heere, dan weet u of er vanavond in ons midden zijn die de goddeloosheid en de onverbeterlijkheid van hun eigen bestaan zo moeten inleven. Een volk wat wellicht gehoopt heeft dat het in hun leven beter worden zou. Die onder de aanslag van het leven gebracht zijnde, door uw wet overtuigd geworden zijn van zonde en schuld. En die gepoogd hebben om in een weg van beneden naar boven hun gerechtigheid voor u op te richten. Maar die door de doorgaande ontdekking van de heilige wet niet alleen bepaald zijn geworden bij de schuld van hun ongerechtigheid, maar ook ontdekt zijn geworden aan het tekort van alle eigen gerechtigheid. En die vanavond zo ellendig, zo dodelijk arm, zo onbekeerd onder uw woord gekomen zijn, maar bij wie de verzuchting van de psalmdichter weerklank vond in het hart: zie op mij, in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Wat zou het groot zijn, Heer, als er dan vanavond mogen zijn die uw heilstem mogen horen, bij wie de duisternis tot licht gemaakt mag worden en de weg, de waarheid en het leven in Christus mag worden ontsloten, om nu doren van u geschonken geloof die weg des levens te mogen bewandelen, om door de middelaar tot u, o God, te mogen worden teruggebracht. Heere, wat zou het groot zijn als er ook vanavond zijn die uitzien om nu met bewustheid voor hun eigen hart en leven met een drie-enig God verzoend te mogen worden en in Christus een thuiskomen te mogen vinden bij u. Ach, u kent de legering van deze kudde en daarom bidden wij u, zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden mogen, dat de schriften mogen worden geopend, de harten mogen worden verklaard, opdat al wat gij wrocht zou mogen juichen tot uw eer. Ere zou u de gemeente ook aan deze plaats willen gedenken, met de broeders kerkenraad, zou u hen willen sterken in hun ambtelijke bediening, en geef dat ze in alle eenvoud, maar ook in tere afhankelijkheid van u de Heere, hun ambtelijke dienst mogen verrichten in het midden van de gemeente. Heere, zou u ook in alle nood willen voorzien. De zorgen en de moeiten gaan ook deze gemeente niet voorbij. U kent ze, Heere, die in droefheid over de wereld gaan, die ziek zijn of die anderszins kruisen in het leven te dragen hebben. Geef er een plaats mee bij u en wil alle nooddruft toch in heerlijkheid vervullen. Denk ook aan de kring van de gemeente, waartoe de gemeente ook aan deze plaats behoren mag. Zou u ook daar willen wonen en werken en ook onze medebroeders in de bediening willen sterken vanuit het binnenst heiligdom? En zou u over de kerkmuren heen verbinding willen geven in een tijd van zoveel verbrokkeling, van zoveel verdeeldheid? Maar zou u nog eens bijeen willen brengen wat wezenlijk bij elkander behoort, en dat u daartoe met uw noordenwind, maar ook met uw zuidenwind, de hof van uw kerk ook in ons land zou willen doorwaaien? O God, begeef en verlaat ons niet, al hebben wij u daar zoveel reden toe gegeven. Maar gedenk in de toren nog aan uw ontfermen. Mogen wij u ook bidden voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting, waarvoor we vanavond ook onze gaven mogen afzonderen. Heren, dat het werk gezegend zou mogen worden tot instandhouding, maar ook tot verbreiding van de vertaling die u in uw goedheid ons geschonken hebt, en waarbij u uw kerk van alle tijden hebt willen onderwijzen en willen onderhouden. Heren, dat we het pand zouden mogen bewaren wat ons daarin is toebetrouwd, maar dat we niet alleen zouden zien op de letter van de waarheid, maar dat we ook de kracht van de waarheid mogen kennen, Heren, en dat u zelf ons door het geschreven woord zou willen leiden
tot die zaligmakende kennis van het vlees geworden woord Jezus Christus, die het gezegd heeft, onderzoek de schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. O Heere, zou u zo genadig in al onze nooddruft willen voorzien, en ook aan de avond van deze dag de blijken van uw gunst ons niet willen onthouden. O, als we op onszelf zien, Heere, dan moet u ons voorbijgaan. Dan ligt alles zo verbeurd, dan is het alles zo verzondigd. Dan zijn we doorbrengers van uw gunst bewijzen. Dan moet alles ons veroordelen. Maar Heere, dat we dan onze smekingen zouden werpen, niet op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar dat we ze zouden mogen werpen op die bloedgerechtigheid van Christus. En we iets van het geheimenis zouden mogen verstaan van het om Jezus wil, Heere. Want daar ligt toch het geheim verklaard waarom u zich in kunt laten met verloren ellendige en onwaardige zondaren. En dat u dan ook vanavond uw volk aan deze plaats zou willen verheugen in uw bedehuis. Kom dan, o getrouwe Heere, gun leven aan onze ziel. Dan looft onze mond en dat we het ook in de prediking mogen ervaren. Dat u kunt openen wat voor ons gesloten is. Dat u het hart verlevendigen kunt. En dat er bij u des geestes overig is. Opdat we in stille verwondering zouden opmerken. Ik ben met verse olie overgoten. Dan zullen er inkomsten zijn en dan zullen er uitgaven zijn. En daarom bidden wij u, o God, blijf niet wegens onze gebreken vergeweken, maar aanschouw toch uw gezalfde koning en leen ons een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor en dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot voortzetting van ons samen zijn uit Psalm 56 en daarvan het vierde en het zesde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? En ook het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Het zijn de versen 4 en 6 van Psalm 56.
gemeente, kort geleden sprak ik een kind des Heren. En we spraken over het stervende leven van Gods kinderen. Toen vertelde hij mij dat de Heere hem in zijn worstelingen daarin had willen vertroosten en onderwijzen. Vanuit de woorden van Psalm 116. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Dat geldt hun uiteindelijke sterven als het ogenblik daar is dat zij in mogen gaan door de poort van de dood in het eeuwige leven. Daarvan geldt kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Maar, zo mocht hij daarvan spreken, de Heere legt daar ook een les voor hem in. Dat ook het stervende leven, die stervensgang van Gods kerk op aarde betrof. De apostel Paulus zegt in een van zijn brieven, ik sterf alle dag. En u begrijpt als de apostel dat met deze woorden zegt, dat hij dan niet doelt op de tijdelijke dood, de scheiding van ziel en lichaam. In dat opzicht sterft de mens maar één keer. Maar de apostel zegt, ik sterf alle dag. En daarin legt hij iets open van de geestelijke strijd van het geestelijke leven in de praktijk van de godzaligheid. Een stervend leven. En dat kind des Heren wat ik daarover spreken mocht, was wonderlijk vertroost. Dat al moest hij er dan onder zuchten. En zo menigmaal uitroepen, ook met de dichter van Psalm 119, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Al moest hij zichzelf zo menigmaal waarnemen als een doodbrakende heeman. Die overal de dood in tegenkwam in zijn gebeden, in zijn kerkgang, in zijn godsdienst. Ja, in alles. Het was hem zo tot troost. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. En wat is daar nu kostelijk aan voor God, gemeente? Wel, naar de mate dat Gods kinderen sterven, die bevindelijke dood sterven aan iedere verwachting van zichzelf, naar die mate zal Christus leven. En dat is ook het geheim wat de apostel in onze tekst verklaart, waarbij we vanavond met de hulp des Heren u willen bepalen. Het is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Korinthe 4... en daarvan het 11e vers, deze woorden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden opstandingsvrucht in een stervend leven. We letten dan in de eerste plaats op het geschonken leven, want de apostel zegt, wij die leven. Wat bedoelt de apostel als hij zegt, wij die leven? Ziet hij dan op het natuurlijke leven? U voelt aan dat Paulus hier over iets diepers, over iets hogers, over iets geestelijker spreekt dan het natuurlijke leven. Dan gaat het om dat uit God geschonken leven, wat onmiddellijk uit Christus vloeit en wat nooit meer sterven kan. Wij die leven. En dan? Is het dan, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort? Nee, dan staat er een geheim in onze tekst. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Let u op die woorden. Altijd en overgegeven. Altijd. Het is dus nog geen uitzondering ook in het leven van de kerk. Nee, het is de regel van hun leven. En ze worden erin overgegeven. Ze geven zichzelf er niet in over. Nee, ze worden erin overgegeven. Door wie? Door God. Denkt u aan de woorden, kostelijk
is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Waarom? Waarom worden ze in die dood overgegeven? Wel, dat staat erbij. Om Jezus wil. Dat is onze tweede gedachte, het geoefende leven. En dan het derde, het geopenbaarde leven. Want dan staat er, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dus opstandingsvrucht in een stervend leven. We letten ten eerste op het geschonken leven. Ten tweede op het geoefende leven. En ten derde op het geopenbaarde leven. Geliefden, de apostel Paulus legt in onze tekstwoorden dood en leven heel kort bij elkaar. En dat in het geheimenis van het geestelijke leven. In het natuurlijke leven, gemeente, liggen dood en leven ook dicht bij elkaar. Het leven is immers een damp. De dood wenkt ieder uur. Als we in dat opzicht naar de woorden van onze tekst kijken, dan kunnen we vanavond zeggen, wij die leven. Zitten hier levende mensen. Levend voor zover het de natuur betreft. En we worden eenmaal in de dood overgegeven. Trouwens, wat zegt ons doopformulier? Dat we ten diepste bij leven al bezig zijn te sterven. Dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Het is een doorgaand sterven. Jonge mensen, mag ik een voorbeeld gebruiken? Waaruit blijkt dat je op dit ogenblik, dat je hier levend binnen de muren van dit kerkgebouw zit, bezig bent te sterven. Dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Zodra het leven erin gebracht wordt, begint het eigenlijk weg te sterven. Het is het voorbeeld van een kaars. En nu weten we samen, er zijn kaarsen met een lange verbrandingsduur. Er zijn kleine kaarsen met een korte verbrandingsduur. Maar dit hebben die kaarsen gemeen. Op het ogenblik dat ze worden aangestoken, beginnen ze licht te verspreiden, maar ook meteen weg te smelten. En dat bedoelen onze vaderen als ze zeggen, dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Zodra een mens begint te leven, sterft de ene dag na de andere dag achter hem weg. En dat wat achter ons ligt, wordt steeds meer. En dat wat voor ons ligt, wordt steeds minder. En uiteindelijk komt de dag. Dan wordt het leven afgesneden. Worden we in de dood overgegeven. En dan wordt het voor eeuwig beslist. Wat een diep aangrijpende gedachte. Het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. En als we vanavond rond de klok van 9 dit kerkgebouw verlaten, dan zijn we allemaal ten opzichte van de aanvangstijd weer 1,5 uur dichter gekomen. Bij dat ogenblik waarop de zeis des doods in het staande koren van ons leven zal worden gezet. En wij zullen worden gedagvaard voor de rechterstoel van Christus. En die 1,5 uur waarin wij hier samen zijn onder Gods woord, die komt nooit meer terug. Ja, 1 keer. Voor die grote rechterstoel. Dan zal de Heere zeggen, ik heb u op de fluit gespeeld. Dan blijft de vraag liggen, hebt ge gedanst? Ik heb uw klaagliederen gezongen. Dan blijft de vraag over, hebt ge geweend? Ik heb u geroepen. En dan ligt daar de vraag, hebt gij geantwoord? O, als het vanavond eeuwigheid zou worden voor u, voor jou, voor mij. Naar welke zijde zal de boom van ons leven dan vallen? U zegt, dominee, daar loopt het over. Ja, daar loopt het net over. Misschien zegt u ook wel dat u het niet weet, maar dat is ten dele waar. Als de boom van uw leven naar het zuiden heeft gestaan, zal hij nooit naar het noorden vallen. En als de boom van uw leven naar het noorden heeft gestaan, zal hij nooit naar het zuiden vallen. Zeg mij hoedanig uw leven is en ik zal zeggen hoedanig uw sterven zal zijn.
Waar liggen de uitgangen van uw leven? Waar loopt het over in uw leven? Wat is de praktijk van uw leven geweest op deze dag? Is er nog een schreeuw naar God geweest? Is er nog iets geweest van, o God, ik zoek u met verlangen, zo ras ik het morgenlicht mag ontvangen bij het krieken van de dageraad? Of ben je alleen maar op zoek geweest naar dat wat vergankelijk is? Alleen maar aan het graven geweest in dat wat van deze wereld is en wat voorbij gaat en wat hier zijn stand niet kan behouden? Kom, keer in tot uzelf en onderzoek uzelf nauw, hoedanig is uw leven? En hoe ligt het ten opzichte van uw sterven? Weet u, ik denk terug aan een neefje van nog maar 9 jaar, wat jaren geleden overleed. Zijn vader sprak bij het graf deze woorden. Onze Piet was al vele malen gestorven voordat hij sterven moest. Begrijpt u dat? Hij was al vele malen gestorven voordat hij sterven moest. Daar lag iets van het kindschap in verklaard. Die jongen had leren sterven aan de wereld. Die jongen had leren sterven aan de zonde. Die jongen had leren sterven aan zichzelf. En dat is de gang van Gods kinderen, gemeente. Dat staat in onze tekst. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Vanzelf staan deze tekstwoorden in een bepaald verband. De apostel Paulus is bezig om zijn lezers een inzicht te geven in de praktijk van zijn ambtelijke leven. En als we die ambtelijke levenspraktijk van de apostel Paulus overzien, gemeente, dan moeten we eigenlijk zeggen, die man die stierf meer in zijn ambt dan dat hij erin leefde. Het was een ambtelijke bediening van 1000 zorgen en van 1000 doden. U zegt, maar kom Paulus er dan niet in mee? Wat David gezongen heeft in Psalm 119. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Was de dienst des Heren dan voor Paulus geen liefdedienst? Was het dan geen vermaak in zijn leven? Kwam het dan bij ogenblikken niet over zijn lippen? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Jawel, gemeente. De dienst des Heren was ook voor de apostel Paulus een liefdedienst die hem nooit verdroten heeft. Maar tegelijkertijd heeft hij stervend in het ambt gestaan. En heeft hij gedurig moeten ervaren, ook in zijn ambtelijke bediening, dat hij in de dood werd overgegeven. En door 1000 zorgen en 1000 doden werd gekweld. U zegt maar, waar lag dan zijn vermaak? Dat is eigenlijk wat straks in onze derde gedachte naar voren zal komen. In die weg is Paulus eraan gegaan, jawel. Is het instrument gebroken, dat ook? Is het vat aan stukken geslagen, zeker? Maar is ook de schat gaan schitteren. Naar de mate dat Paulus gebroken werd, ging Christus schitteren. Naar de mate dat Paulus geoefend werd, kwam Christus in het licht te staan en werd het leven van Jezus in zijn sterfelijk vlees geopenbaard. Paulus, het was de man van een stervend leven, ook in zijn ambtelijke dienst. Maar dat hele ambtelijke leven van de apostel, als ook zijn persoonlijk leven, scharnierde eigenlijk gedurig op die 3 woorden die in het hart van onze tekst staan. Om Jezus wil. Wat er ook in zijn leven gebeurde, persoonlijk, ambtelijk, het was om Jezus wil. En het eerste wat ons dan voor de aandacht komt als we onze tekst met aandacht lezen is, wat bedoelt Paulus hier met wij die leven? We hebben al aangegeven dat het dan niet gaat over dat natuurlijke leven zoals wij dat samen mogen kennen, maar dat het dan gaat om dat geestelijke leven dat uit God is. En dan spreekt Paulus niet alleen voor zijn eigen persoon,
Maar hij spreekt in de kring van het geestelijke huisgezin. Hij spreekt tot allen die dezelfde genade van God hebben mogen ontvangen. En daarmee bindt hij ook allen samen van alle tijden en plaatsen die in diezelfde genade mogen delen. Wij die leven. En daar ligt een wonder in verklaard, gemeente. Want wij leven van nature niet. Wij liggen van nature gevangen in onze geestelijke doodstaat. De mens heeft de zonde verkozen boven God. En daarmee de dood boven het leven. Toen Adam viel, daarvan zegt ons de schrift. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dat betekent dat we allemaal moeten sterven. We hebben daar iets van getekend. Die tijdelijke dood in de scheiding van ziel en lichaam. Maar dat betekent ook dat we van binnen gestorven zijn. Een geestelijke dood gestorven zijn. Waardoor de band aan God als de fontein van het leven is doorgesneden. En we een hart in ons omdragen wat springlevend is voor de zonde. En wat zo dood is voor God. Daar hebt u onze natuurstaat. En jonge mensen, in de prediking en op de catechisatie horen jullie vaak de uitdrukking geestelijke doodstaat. Maar zou je nou onder woorden kunnen brengen wat dat is? Zou je nou onder woorden kunnen brengen wat dat is? De klank is vertrouwd, maar besef je ook waar het over gaat? Mag ik het maar heel eenvoudig houden? Wellicht heb je in je leven al eens een dode gezien. Dat is aangrijpend, hè? Een opa, een oma, misschien wel een vader, een moeder, een broertje, een zusje. Wat valt dan op? Zo iemand heeft wel ogen, maar die zien niet, toch? Die heeft wel oren, maar die horen niet. Die heeft wel handen, maar die tasten niet. Heeft wel een hart, maar dat klopt niet. En nu heel eenvoudig. Wat is nu onze geestelijke doodstaat? Dat eerste was onze natuurlijke doodstaat. Dat zijn de kenmerken van de tijdelijke dood. Dan zeg je, het leven is eruit. Kijk maar. Ogen, maar ze zien niet. Oren, maar ze horen niet. Een mond, maar die spreekt niet. Maar nu geestelijk. Wat is nu onze geestelijke doodstaat? Dat we ziende blind zijn. We zien de zon. We zien de verlokkingen van de wereld. We zien alles van deze tijd. Maar we zijn blind voor God. We hebben geen oog voor God. We hebben geen oor voor God. Onze voeten wandelen niet in de wegen van God. En er leeft geen liefde in ons hart voor God. Daar hebt u de geestelijke doodstaat. En als God het niet verhoedt, dan gaan we in die geestelijke doodstaat naar het einde. En zal het waar worden. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. Dus de zonde is in de wereld gekomen en daarmee de dood. Maar die dood is niet alleen in de wereld gekomen, die dood is ook in ons hart gekomen. En dan weet God hoe het hier vanavond ligt. Dan weet God waar de levende kerk zit. En God weet ook waar de dorre doodsbeenderen zitten. Het kan zomaar naast elkaar in een bank zitten. En nu is het naar de natuur gerekend de grootste dwaasheid om op een kerkhof te gaan preken. Maar wat is de bediening van Gods knechten anders dan dat de Heere tot hen zegt, profeteer, mensenkind. Profeteer tot de beenderen. Kon Ezechiël er een levend maken? Hij kon er nog geen beroering in krijgen. Maar hij moest daarom ook niet alleen profeteren tot de beenderen. Hij moest ook profeteren tot de geest. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden. En als dan het uur van Gods welbehagen aanbreekt,
Dan is het ogenblik daar dat de doden gaan horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar nu de vraag. Leeft u? U zegt, dominee, dat ziet u toch. Ja, bij veruit de meeste van u zie ik het. Een enkeling vanavond slaapt zo vast dat ik er bijna geen leven in bespeuren kan. Maar ik ga ervan uit dat u allen leeft, als het om het natuurlijke gaat. Als ik aan u vraag, hoe weet u dat u leeft, dan zult u zeggen, omdat ik dat voel. En als het nu gaat om dat geestelijke leven, dan is er een volk wat het leven waarneemt, hoewel ze in het eerste begin niet verstaat. Als de Heere een zondaar van geestelijk dood levend maakt, nu kan dat onderscheiden liggen de zijnde die met de apostel Paulus worden staande gehouden als in een ogenblik. En Paulus is het nooit vergeten waar het anders geworden is in zijn leven. Er is ook een volk wat van jongs af aan onder de bediening van het woord leven mag. En met een teer gemoed de indrukken onder het woord ontvangen mag. Ze weten vaak niet het ogenblik aan te wijzen waarop de Heere nu hun ziel van dood heeft levend gemaakt. En als het gebeurt zijn ze zichzelf veelal een groot raadsel. Dan is het net als bij Rebecca. Hoe ben ik toch al dus? Datzelfde kind van God waar ik over sprak aan het begin vertelde me dat toen hij een jaar of 18 was, dat hij in zichzelf zaken gewaar werd die hij niet kon verklaren. Een droefheid. Een schreeuw in het hart naar boven. Dacht hij dat hij bekeerd was? Wel nee. Hij voelde zich zo onbekeerd. Op zijn 18e verjaardag kwam zijn moeder naar hem toe om hem te feliciteren met zijn verjaardag. Hij zegt, moeder, hoe kun je me toch feliciteren? 18 jaar en nog onbekeerd. Toen kwam hij onder het gehoor van een oude predikant. Die preekte uit het boekje Job, deze woorden, mijn oog druipt tot God. En toen zei die prediker, hij zegt, dat is nou wonderlijk, hè. In het natuurlijke leven, waar vallen die tranen nou heen? Die vallen naar beneden. Als er hier vanavond een zit te schreien in de kerk, dan rollen die tranen langs je wangen en ze vallen naar beneden. Hij zegt, maar weet u wat nou zo wonderlijk is? Met die tranen, waar Job van spreekt. Die vallen naar boven. Die vallen naar God toe. Die worden door God gewerkt. Toen ging hij voor het eerst iets verstaan van, Heer, is het dan uw werk wat daar in mijn ziel omgaat? Wat gebeurt er dan, gemeente? Leg je hart er maar bij. Want het gaat vanavond over de vraag of dat je leeft of dat je dood bent. En je weet het, als je straks die deur uitgaat, weet je hoe het erbij staat. Op weg en reis naar de eeuwigheid. En zeg niet dat een mens dat niet weten kan. Want ten diepste weet je het. En dan heb ik het niet over de strijd die de kerk daarover voeren kan. En zo menigmaal worden ze aangevochten. Zo menigmaal worden ze bestreden. En zo menigmaal vrezen ze dat hun werk geen waarheid is. Maar toch, gemeente, luister en leg uw hart erbij. Onderzoek uzelf nou. Maar als de Heer in je leven werken gaat, jonge mens, wat gebeurt er dan? Dan vergaat de wereld en wordt je hart in beginsel op God gericht. Voor die tijd was er de droefheid der wereld. Die deed je opgaan in alles van de tijd. Nergens anders je verzadiging zoeken dan in de dingen van de tijd. En in de genietingen van de tijd. En in de vermakelijkheden van de tijd. Dan leefde je voor de wereld en je dacht wereld. En het ritme van je leven werd bepaald door de wereld. Het was hier en nu en alles uit de aarde aards. En je vroeg niet naar God, je maker, die psalmen geeft, zelfs in de nacht.
Maar als de Heere dat eerste begin in het leven legt, wat gebeurt er dan? Dan komt er een droefheid naar God. Dan wordt er een schrijend gemis in je ziel geboren. Naar een onbekende God. Een trekking die je niet altijd kunt verklaren. Maar je ziet voor ogen hoe arm, hoe leeg, hoe ellendig de dingen van de wereld zijn. Dat ze je hart nooit kunnen vervullen. Er komt een uitzien in je ziel. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen. Dan wordt zonde tot zonde. Voor die tijd wist je met je verstand wat zonde was. Maar je kende geen smart over de zonde. En weet u waar die smart over de zonde nu uit voortkomt wel? Die komt daaruit voort als de Heere dat leven in de ziel implant. Dan legt hij er een druppel liefde in. Dan legt hij er een druppel liefde in die het hart naar hem toetrekt. Dan ga je smart ervaren over de zonde. Dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Dan ga je verborgen plaatsen opzoeken. Dan ga je begeren om een woord te mogen horen van Gods lippen. Dan kun je jezelf er niet insluiten. Je hebt alle reden om jezelf buiten te sluiten. Je ziet alles voor je wat tegen je getuigt. En je hebt niets wat meegetuigt. En als je de schrift opent of onder de prediking van het woord komt. Je zit er vaak tot grote veroordeling. Je wordt er keer op keer buiten gepreekt. En toch kun je er niet onder vandaan blijven. Er ligt een trekking in je ziel. Je bent de meeste plaats bij God niet waardig. Maar je zegt het wel eens, o God, al zou het maar het laagste plaatsje zijn. Maar geef toch dat mijn oog dat goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wil voegen. Wat gaat zo'n mens dan in dat leven doen? Die gaat proberen levendig te bidden. Die gaat proberen levendig te kerken. Die gaat proberen levendig voor de Heere te wandelen. En vanuit die eerste liefde gemeente kan er nog wel eens een zekere levendigheid in het hart liggen. Die smaak geeft in de dingen van God. En het vloeit ook uit God. Ja, wat zeg ik? Het vloeit uit Jezus. Want wat gebeurt er in de wedergeboorte? Dan wordt een zondaar van dood levend gemaakt, zegt u. Jazeker. Wat gebeurt er dan? Dan wordt hij van Adam afgesneden en Christus ingeleid. Vanaf de eerste levenssnik naar God vloeit het uit Christus. Maar de persoon van Christus is volkomen verborgen. En weet u wat nu in het leven van zo'n mens gebeurt? Kan onderscheiden liggen in diepte, in tijd, in duur. Maar weet u wat er nou in het leven van zo'n mens gebeurt? Dan gaat hij van de levensvrucht de levensgrond maken. En dan komt er een tijd. Na die lokkenstijd. Vele van Gods kinderen wordt die geschonken. Waarin de Heer is als het ware weglokt. Heilig verliefd maakt. Op zichzelf en op zijn dienst. Later kunnen Gods kinderen er wel eens naar terug verlangen. Naar die tijd van de eerste liefde. Maar als de Heere ze dan gelokt heeft, dan gaat hij ze in de woestijn voeren. Dat is de plaats van de verarming. Dat is de plaats waar de bronnen opdrogen. Dat is de plaats waar de vrucht verkwijnt en de kracht vergaat. Kom je in zo'n raadselachtige weg terecht. Maar weet u, Paulus verklaart het hier. Hij zegt, dat is nou Gods weg. Wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven. Waarom? Kan die ziel daarachter kijken? Nee. Dat wordt van achteren geleerd, verstaan, bewonderd. Het is om Jezus wil. Dat is onze tweede gedachte. Het geoefende leven. Wat bedoelt apostel Paulus als hij zegt, altijd in de dood overgegeven? In het vorige vers heeft hij gezegd,
altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam om te dragen. De kanttekening zegt, dat is het gevaar des doods of de vervolgingen en de benauwdheden tot de dood. Paulus, hij doelt dan in de eerste plaats op de uiterlijke levensomstandigheden in de bediening van het evangelie. Hij heeft daar in de versen 7 en 8 het een en ander van gezegd en allereerst wijst hij op de voortdurende inleving van zijn eigen broosheid, vergankelijkheid en kwetsbaarheid als hij zichzelf vergelijkt bij een aardevat. De schat is wel heerlijk, het evangelie van Jezus Christus, maar er ligt niet veel heerlijkheid in het vat, een aardevat, zo kwetsbaar, zo broos. Het is er zo gauw mee gedaan. Paulus zegt, zo is mijn leven geweest. Ik heb die schat in mijn hart ontvangen. Het woord der verzoening is in mij gelegd. Maar als het nu gaat om wie ik, Paulus, ben, als mens, als dienaar van het evangelie, dan ben ik een aardevat. Dat. Maar vervolgens spreekt hij ook in vers 8 van veel verdrukking en twijfelmoedigheid. Paulus was niet zo zeker als hij leek. Hij had een zeker getuigenis. Hij stond pal voor de waarheid. Maar stierf van binnen vaak duizend doden. Verdrukking, twijfelmoedigheid, zegt hij. In vers 9 spreekt hij van vervolging. Nee, Paulus kon niet terugzien op een gemakkelijke ambtsbediening. Is een stervend leven geweest, waarin zijn ambtelijke leven zich voortdurend bewoog langs de rand van de dood. In 2 Korinthe 11 noemt hij enkele dingen, dat hij menigmaal in doodsgevaar geweest is. 40 stokslagen min 1, 5 maal heeft gehad. Welke prediker kan het zeggen? In gevangenissen geworpen is. 3 maal gegeeseld is geweest. Gestenigd. 3 maal schipbreuk heeft geleden. Dat zijn zomaar wat bladzijden uit de ambtelijke bediening van de apostel Paulus. En dan begrijpt u ook waarom hij zegt in 1 Korinthe 15, ik sterf alle dag. Dan eens zijn er de stokslagen van de Joden, dan weer de geeselslagen van de Romeinen, dan weer de spot van zijn haters, dan weer de slagen en de smadingen van degene die zijn prediking niet verdragen. Ik sterf alle dag. De kanttekening zegt dat is, ik ben niet alleen in gevaar des levens, maar word ook dagelijks met zoveel verdrukkingen overvallen dat mijn leven meer een gedurige dood is dan een leven. Onthoudt u dat even? Dat mijn leven meer een gedurige dood is dan een leven. Ging dat alleen om de buitenkant van zijn leven? Ging dat er alleen om dat hij, wat het natuurlijke leven betreft, inderdaad bij ogenblikken langs de rand van de dood gegaan is? Nee. Wat dacht u van Romeinen 7? Daar zien we hoe Paulus dagelijks als vermoord werd. Door de ontzaglijke kracht van het inwonend verderf. Dan zien we daar die strijd tussen vlees en geest, die tegenstelling gemeente. Vlees, dat wat alleen maar zondigen wil. Wat niet vroom te krijgen is. Wat niet bekeerd te krijgen is. Wat alleen maar zondigen wil. Ongehinderd. En met alle lust. Maar er is ook een ander deel, geest. Dat is wat God erin gelegd heeft. Wat naar God trekt. En wat maar één ding begeert. Om voor Gods oog naar zijn bevelen te leven. En die twee beginselen, die strijden tegen elkander. En als u dan Romeinen 7 leest, dan ziet u Paulus in het hart.
En nu zijn de stokslagen die hij in zijn leven ontvangen heeft pijnlijk geweest. En die geeselslagen hebben hem veel smart bezorgd. Maar weet u wat ik geloof? Dat Paulus meer te lijden en te sterven had aan de binnenkant van zijn leven dan aan de buitenkant van zijn leven. Je hoort hem klagen. En het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. En het wil het ook niet. Ik heb zondag in de gereformeerde gemeente in Lisse gezegd, als het nou om David gaat, daar op het dak, u kent de geschiedenis. Denkt u nou werkelijk dat die man met veel strijd uiteindelijk voor de zonde bezweken is? Heel niet. Als u die geschiedenis leest, is hij er buitengewoon gemakkelijk toegekomen. En vooral ook zeer gewillig. David, kind van God, de liefelijke in de psalmen, is gewillig de zonde tegemoet gegaan. Het vlees had de overhand. En van de geest was geen kruimel meer te bespeuren. En dat lag zo ver weg in zijn leven, dat hij er zelf niets meer van bekijken kon toen hij daar uiteindelijk schuld verslagen in zijn paleis zat, toen Nathan geweest was. Die moest er ook nog aan te pas komen. Anders was David met zijn zonde voortgegaan en hij had het voor God en de mensen willen bedekken. Waar vraagt die man dan om? Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ja, maar David, je weet toch wat er in je leven gebeurd is. Daar kon die man geen kant meer mee uit. Want het vlees had getriomfeerd. En het is dan God zelf. Dat beginsel uit hem. Bij zichzelf bewaard heeft. En op zijn tijd heeft aangeblazen. Anders was David in zijn wellust en in zijn zonde voor eeuwig omgekomen. Kind van God, jawel. En daar hebt u dat stervende leven. Gemeente, ik ken u voor het merendeel niet. Maar zitten hier mensen in de kerk die soms dagelijks vermoord worden in hun eigen ziel door dat inwonende verderf. En die bij tijden zo bevreesd zijn dat ze zeggen, o God, als tijd, gelegenheid en genegenheid samenkomen, dan is er in mij geen kracht. En dan kan ik maar één kant uitvallen. En dat is naar de zonde toe. Mensen die nergens zo bang voor zijn als voor hun eigen hart. En die bij ogenblikken kreunen met Paulus, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat je soms nog geen ogenblik over straat kunt gaan. Philpott zegt het, ik kan nog geen straatlengte gaan zonder te zondigen. Dat je soms niet weet hoe je over straat moet. Omdat alles om je heen, in deze wereld, wat het dan ook wezen mogen, een prikkeling is van je natuurlijk gemoed. En wat je vlees in beweging brengt. En de een die zoekt naar geld en een ander zoekt naar eer. En een derde naar macht en een vierde naar wellust. En dat gaat maar door. Waar komt dat nou vandaan? Ja, zegt u, dat is het verdorven vlees, dominee. Zeker. En een ander zegt, dat is de vorst der duisternis. Dat is ook waar. Wat zegt Paulus? Wij worden altijd in de dood overgegeven. Door wie? Door God. Is God dan de auteur van de zonde? Nee, God is de auteur van de zonde niet. Maar mag ik u nog wat noemen? Van datzelfde oude kind van God. Hij zei, ik hoorde over beloften. Ik had nooit een belofte. Die had een belofte. Die had een belofte. Ze hadden allemaal een mooie belofte. Toen de Heere in die weg van ontdekking met hem ging. En hij in de dood werd overgegeven. En hij hier dat bestaan wat zich aan de wet Gods niet onderwerp moest gaan leren kennen.
heeft de Heere licht in zijn hart gegeven vanuit Ezechiël 36. Daar staat een belofte. Wat dan? Ik zal maken dat ze een walg van zichzelf zullen hebben. Hij zegt, toen had ik ook een belofte. En zei hij vorige week toen ik hem sprak. De Heer is een waarmaker van zijn woord. Tot op de dag van vandaag is dat de praktijk. Ik zal maken dat ze een walg van zichzelf hebben. Heb je ook zo'n belofte? Heb je ook zo'n belofte? Ik zal maken dat ze een walg van zichzelf hebben. U zegt, waarom doet de Heer dat dan? Kijk, er kan wel eens een tijd in je leven zijn, gemeente. En ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik ben wel eens boos geweest. Ik heb wel eens met gebalde vuisten gezeten dat ik zei, Heere, waarom, waarom? U haat de zonde. En er zijn tijden in mijn leven dat ik ze ook haat. En ook tijden dat ik ze heel niet haat. Er zijn tijden in mijn leven dat ik ze oprecht haat. Ik zeg, Heere, heel menselijk hoor. En ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar wie wint hier nou wat mee? Toen kwamen deze woorden voor mijn aandacht. Om Jezus wil. Weet u, ik heb u iets getekend van dat beginnende leven. Dat gaat zo op in de vrucht. Gaat zo op in de genietingen. Gaat zo op in de teerheid. Gaat zo op in de bemoedigingen. Maar weet u wie daar de grote afwezige is? Jezus. Niet als het gaat om de bron. De kracht. De stuwende kracht onder de vrucht van het leven. Maar in zijn persoon wordt hij gemist. En dan komt er een tijd, dan gaat de Heere wat hij gebouwd heeft afbreken. Wat hij geplant heeft uitrukken. Gaat hij het eerste wegnemen om het tweede te stellen. Haalt hij de grond en de vrucht uit je gebeden. Haalt hij de grond en de vrucht uit je gestalte. Haalt hij de grond en de vrucht uit je zoete kerkgaan. Loop je vast. En hier van binnen beginnen er krachten zich te openbaren. Waarvan je dacht dat ze voorgoed begraven waren. Zie je oude zonde leven. Wilderig van de zonde geleefd had en de Heere komt in je leven. Dan krijgt de zonde de scheidbrief niet waar en de wereld krijgt er een. En er komt een hartelijke keuze in je ziel. En weet u, in die eerste tijd, onder die eerste teerheid, kan de zonde soms zo stil liggen, dat je denkt dat de zonde volkomen en voorgoed uit je leven verdwenen is. En je gaat de vrucht van de zonde bestrijden, en de takken van de zonde afsnijden, en de bladeren van de zonde wegdoen, en de mensen kijken er van de buitenkant tegenaan, ze zeggen, tjoh, het is toch wat er bij die man allemaal gebeurd is. Die kun je nog eens nakijken. Dat leven van die man, dat leven van die vrouw, dat is zo anders geworden. En ze beginnen het zelf ook te geloven. En ze kunnen er wat van spreken. Maar als je vraagt, wat dunkt u van de Christus? Staat de wagen stil. En dat laat zich verstaan, want ze hebben geen Christus nodig. Ze zijn veel te goed om slecht te zijn. Ze zijn veel te vroom om goddeloos te wezen. En dan gaat de Heere die weg in dat hij zegt, ik zal je eens in de dood overgeven. Dan gaat hij de grond eruit wegnemen. En waarvoor onze waarneming het leven versterft en de zonde in zijn geweldige kracht zich openbaart, gaat het in de ogen van de zondaar verkeerd. Maar voor God gaat het beter dan ooit. Ik heb het meerdere malen gezien, ook in de ambtelijke praktijk, dat je van die tere zielen, als ik ze zo eens noemen mag, tegenkwam. Waar ik werkelijk jaloers was op die teerheid van dat eerst beginnende leven, wat als het frisse lentegroen is, wat zo aanlokkelijk en zo aantrekkelijk en zo krachtig is. En tegelijkertijd wist je dat er andere tijden zouden komen, maar ook moesten komen.
En dan kwam je diezelfde mensen later wel eens tegen en dan hoorde je ze klagen. Ik, ellendig mens, dominee, ik heb me met alles bedrogen. Er is niks van God bij geweest. Ik moet zo inleven hoe verdorven mijn hart is. Ik moet zo inleven. Dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed wat. Eerst kon ik zo hartelijk bidden. Kon met zoveel gemakkelijkheid kerken. Mocht ik nog wel eens zuchten, maar nu, het is dood op dood op dood. Gaat verkeerd in mijn leven. Dan denk ik, nee, het gaat goed. Dan ben ik altijd blij. Dan denk ik, nou gaat goed. Nou gaat goed. Dan gaat de Heere zulke zielen in de dood overgeven. Om ze een bevindelijke dood te doen sterven. Dat wil zeggen, aan een einde te brengen met alle verwachting van zichzelf. Dan gaat hij hen afsnijden van de werken. Dan gaat hij een afgesneden zaak doen. Moeten ze het inleven en ondertekenen uit mij. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dan is het Gods tijd. Want hij doet het niet zomaar. Hij doet het met een heilig doel. Hij doet het om Jezus wil. En als dan het ogenblik aanbreekt, waarvan de dichter zong toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. En de zon daar dat heilig recht zich waardig gaat keuren. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. Zeg, kinderen des Heeren in ons midden. Hoe was je er nou aan toe? Toen Christus zich voor het eerst aan je ziel openbaarde. Was je toen vroom? U zegt, nee dominee, door en door goddeloos. Hoe was je eraan toe toen Christus zich aan je ziel openbaarde? Lag je er toen kort bij in je waarneming? Kort bij de hemel? Nee, zeg je, ik lag als op de rand van de hel. Had je toen nog iets aan te dragen? Nee, ik was alles kwijtgeraakt. Kon het toen nog in je leven? Nee, het kon niet meer. Het was kwijt. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Deed God het toen verkeerd? U zult zeggen nee. O, er zijn ogenblikken geweest dat ik toch mocht bukken en buigen. En mocht zeggen wij toch rechtvaardig. Ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. En toen u dacht dat niet meer kon, hè, heeft het Gode toen behaagd zijn zoon in u te openbaren. Is toen dat woord opengegaan. En heeft de Heere licht over uw pad geworpen. Dat nou heel die weg nodig was om Jezus wil. Wat wordt hij dan beminnelijk, hè? Wat wordt hij dan dierbaar, hè? Als je dan met je vuile schuld en met je verloren leven. Als een doemwaardig zondaar voor God bent overgebleven. En God gaat die beminnelijke vorst, wiens schoonheid zo hoog te loven is, aan je ziel openbaren. In zijn blanke heiligheid tegenover je goddeloze zwartheid. In zijn dierbaar bloed dat reinigt van alle zonde. Als hij dan zijn armen naar u uitbreidt en zegt, er is een plaats bij mij voor een wederhorig kroost. Om bij God te wonen. O, is ooit het ogenblik in uw leven gekomen dat u het in verwondering uit mocht roepen. Ik zie hem. Ik zie hem. Wat hebt u toen gezien? U zegt een schoonheid die ik op aarde nooit gezien heb. Niet met natuurlijke ogen, maar met geestelijke ogen. Verlichte ogen des verstands. Toen heb ik zo'n dierbaarheid gezien. Toen heb ik zo'n liefelijkheid gezien. Toen heb ik zo'n gepastheid gezien. Toen is mijn hele hart ingenomen voor deze koning. O, wat wordt Christus dan dierbaar. En dat is nu de reden waarom de Heere zijn volk ook in de gedurige oefening van het leven telkens weer overgeeft in de dood.
opdat naar de mate dat zij sterven, Christus meer en meer zou leven. En misschien zijn er in ons midden die wel veel van de dood zien en wel veel van de dood ervaren in hun hart, maar die Jezus niet zien. O, dan mogen we hem vanavond prediken als Vaders Zoon, die zo gewillig Vaders welbehagen heeft gediend. Dan mogen we hem prediken als degene die zo hoog verheven was aan de rechterhand van zijn Vader en die zo diep vernederd wilde worden. Bij wie de ploegers op zijn rug hebben geploegd en zij hebben hun voren lang getogen. Toen is daar dierbaar bloed uit zijn wonden gestroomd. En dat bloed is voor de goddelozen en voor de vijanden. En dan kunt u zo goddeloos niet zijn. Dan kunt u zo verkeerd niet zijn. Dan kunt u zo uitgeschud en afgekeurd niet wezen. Of hij zegt, komt herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Kom maar met dat vuile boeltje. Kom maar met dat veroordeelde leven. Kom maar met dat door en door goddeloze hart. Ik zal maken dat hun werk in der waarheid zijn zal. Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan hoef je niet te wanhopen. Al lig je er nog zo buiten. Dan hoeft u niet te zeggen vanavond, al zegt Satan het duizendmaal. En het ongeloof, het kan voor mij nooit meer. O, in de verkondiging van het evangelie wordt u niet uitgesloten. En wordt de grootste van de zondaren welkom geheten en toegeroepen. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. U zegt, dominee, ik zie het allemaal liggen, maar hoe kom ik er nou? Ik kan er niet bij. Weet u wat nou het wonder is? Dat niet bij Goede Vrijdag is blijven steken. En dat ook niet is blijven steken bij Paas. En dat het ook niet is blijven steken bij Hemelvaartsdag. Wat zou dat een ellendige zaak voor de kerk zijn. Het is ook Pinksteren geworden. Weet u waarom? Omdat Christus het wel wist. Dat er hier een volk op aarde is wat er de handen nooit omheen kan krijgen. Die nodig hebben dat het niet alleen voor hen verworven is. Maar dat het hen ook geschonken wordt. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En hoe onmogelijk het in uw waarneming ook is, om aan dat heil deel te krijgen, dat u zegt, ik kan nog geen stap zetten. Mijn handen zijn te kort. En ik weet er niet te komen. Maar als hij het schenken gaat, gaat het zo heilig vanzelf. Dan vallen de toerekening en de aanneming zo volkomen samen. Dan is er niets zo gemakkelijk als geloven. Omdat God te geloven geeft. Er was eens een kind des Heren, en dan gaan we zingen. Maar er was eens een kind des Heren, daar was het altijd onmogelijk voor. Altijd onmogelijk. En andere kinderen Gods probeerden hem wel eens op te beuren. Maar ze kregen hem nooit waar ze hem hebben wilden. Totdat de Heer overkwam. En toen vonden ze hem op zijn ziekbed. En hij lag er zo ruim bij. Toen zei hij het tegen zijn vrienden. Ik lig nu in de onmogelijkheid om niet te geloven. Kijk, als God gaat toerekenen, gemeente, is de aanneming geen vraag meer. Er worden allerlei avonden gehouden en boekjes geschreven over de toe-eigening van het heil. Is dat zo moeilijk? Nee, gemeente. Dat is niet moeilijk. Maar wij maken het moeilijk. Weet u waarom? Omdat wij scheiden wat God heeft samengevoegd. Als wij de aanneming en de toerekening van elkaar gaan scheiden, dan wordt het moeilijk. Want dat moeten mensen doen. Maar als wij nu bij elkaar houden wat God heeft samengevoegd, dat Christus nu niet alleen een middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing is. Wat moet je dan? Nou, dat heeft
Dat heeft David gezegd. Doe uw mond wijd open. Een van de oudvaders zegt dat is de eerste oefening van het geloof. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En hoe gaat de kerk dan door het leven? Ja, van kracht tot kracht. Lopen ze dan op eigen been? Leven ze dan uit hun eigen bronnen? Nee. Zij stellen hem tot een fontein. We letten daar nog kort op in onze derde gedachte, maar zingen eerst uit Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en wat daar verder volgt.
tekst eindigt met de woorden: opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Wat wordt hier bedoeld met het leven van Jezus, gemeente? De kanttekening zegt: de levendmakende kracht van Christus en van zijn geest. Sterfelijk lichaam, sterfelijk vlees en daarin het leven van Jezus. Dat moet u heel letterlijk nemen. Het uitwendige leven van Paulus, dat leek één grote afbraak te zijn. Eén doodsgang. Afgebroken naar het lichaam. Gepijnigd naar het lichaam. Maar daar aan de binnenkant van zijn leven, nee, dat was niet zichtbaar voor de mensen, maar daar gebeurde iets. In dat sterfelijke leven, in dat aardevat, in die gebutste buitenkant, daar was iets dat kon geen mens roven. En dat kon geen mens doden. Dat was het leven van Jezus. Wilt u een voorbeeld? De apostel Paulus had een beroep van de overkant gehad. Die man was in een vastgelopen weg terechtgekomen. Hij had gepoogd naar Bithynië te reizen. De geest liet het hem niet toe. Hij was met al zijn voornemens aan een eind gekomen. In een afgesneden weg lag hij daar bij Troas. En als Paulus het dan niet meer weet, dan gaat God het hem openbaren. Als Paulus dan op het dode punt gekomen is, ook in het ambtelijke leven, dan gaat de Heere een weg ontsluiten. Macedonisch man, kom over en help ons. En dat valt bij Paulus in zijn hart. En de Heere wint hem ervoor in en hij zegt te mogen geloven in Handelingen 16 dat de Heere hem gezonden had om hen het evangelie te verkondigen. Dus Paulus, laten we het maar heel menselijk in onze begrippen zeggen, die neemt dat beroep aan. En dat duurt geen maanden, nee, hij gaat de volgende dag meteen in het schip met zijn helpers en het zal wel in zijn hart geleefd hebben, geloof ik zo. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. De Heere had de weg gewezen, dat is groot. De Heere betoonde van hem af te weten, dat was een voorrecht. En de Heere wilde hem opnieuw gebruiken in zijn dienst en daar was hij klein onder. En dan? De eerste, de beste Macedonische man die hij ontmoet, die slaat zijn rug kapot en zijn voeten in de boeien. Ja, Paulus, daar ga je nu met je heldere roeping. Je komt niet in de kerk terecht, maar in een kerker. Niet op een kansel, maar met je voeten in het blok. Een vergissing van boven, Paulus. Of een vergissing op aarde, hoe het ook wezen mogen. Die man die kwam met zijn roeping in de dood terecht. De hel heeft gelachen. En toen? Ja, toen is het eigenlijk gebeurd. Wat? Nou, wat hier staat. Silas zit er ook bij. Daar zit dan die dominee met zijn beste ouderling samen met een kapotgeslagen rug. In een onbegrepen weg, met de voeten in het blok, een vastgelopen roeping. Konden niets meer van bekijken en dan, ja, dan gaan we maar zingen. Nou, wat moet je dan zingen? Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Nee hoor. En te middernacht, was donker. Van buiten, maar niet van binnen. En te middernacht zongen zij Godelof. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Paulus, hoe kun je nou zingen? Gods lof zingen. Nou, dat heeft alles te maken met wat er in de tekst staat. Hoe kun je nou zingen, Paulus, nu je rug tot bloedens toegeslagen is? Doet je rug dan geen pijn? En schuurt het niet, die voeten in dat blok? En heb je niet reden om te klagen? Hoe kun je nou zingen, Paulus? Omdat het leven van Jezus in dat sterfelijke vlees geopenbaard wordt. Dat kapotgeslagen vlees, dat gebutste lichaam. Daar in de diepten van de ziel, daar vloeit het leven uit Jezus. En dat geeft levensmoed en dat geeft levenstroost en dat geeft levenskracht en dat geeft levensvreugde. Zelfs onder het zwaarste kruis. Het is voor hem waar geworden als ik omringd door tegenspoed, dikke muren,
Een stok bewaarde waar niets mee te beginnen was. Althans niet door een mens, want even later gaat God eraan beginnen. En hij laat hem nooit meer los. Maar omringd door tegenspoed. Bezwijken moet je, zou zeggen, die man gaat eraan. Die man gaat ten onder. Schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijand? Gramschap brandt en reken maar. Dat die stokbewaarder de gramstorig op losgeslagen heeft. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. Ja, maar Paulus, al met al zit je nog wel gevangen. Ja, maar zijn ziel is vrijgemaakt. Zijn ziel ademt in de ruimte van de gemeenschap met God. En even later staat hij ook buiten de gevangenis. Als een getuige van Jezus Christus. Kijk, dat is het nu, hè. Dan wordt in dat sterfelijke vlees het leven van Jezus geopenbaard. Nog een voorbeeld. Gaan we naar zijn binnenkamer. Ja, dan kom je daar een hoogbekeerde Paulus tegen. Een man die het lek boven heeft en die de vlag op dak heeft staan. En die zo een beetje in de richting van de eeuwigheid reist. Nee hoor. Dan kom ik een arme kruiper tegen na alle ontvangen genade. Die moet zeggen dat er een wet in hem is die strijdt tegen de wet zijns gemoeds en hem gevangen neemt onder de zonde. En dan uiteindelijk klaagt hij het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Waar moet je van verlost worden, de Paulus? Van het lichaam dezes doods. Waar heeft die man aan gedacht? Volgens meerdere schriftverklaarders heeft Paulus hier gedacht aan een gruwelijke manier van executie, zoals die onder de Romeinen wel voorkwam. Romeinse geschiedschrijvers vertellen dat ook, dat men een dood lichaam in ontbinding zijnde op de rug bond van een veroordeelde. En dan zo dat hij zich daar onmogelijk van bevrijden kon. En dan lieten ze zo iemand daarmee sjouwen. Nou, u kunt het zich voorstellen, het is gruwelijk. Maar dat gezonde lichaam werd gaandeweg aangetast, ziek gemaakt. En uiteindelijk lagen er twee doden. Dat beeld. En meerdere verklaarden zijn ook iemand als Christopher Love, een Engelse schrijver, en Philpott, die zeggen, daar heeft Paulus aan gedacht. Toen hij zei, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Die man liep alle dagen te sjouwen met zijn verdorven bestaan. En hij kon er maar niet van af. Hij had het overal bij zich. Als Paulus ging preken, stond hij niet alleen op de kansel? Ja, zegt u, in de betoning des geestes en de kracht. Ja, dat ook. Maar daar zat ook wat anders bij. Paulus sjouwde zichzelf dat ellendige bestaan mee de preekstoel op. En als Paulus weer eens avondmaal mocht houden, zat hij daar ook niet alleen aan tafel. Weet u wat hij ervan zegt? Als ik het goede wil doen, preken. Als ik het goede wil doen, mijn knieën buigen in de binnenkamer. Als ik het goede wil doen, de sacramenten bedienen en gebruiken, ligt het kwade mij bij. Waar ik sta en waar ik ga en waar ik lig, daar is ook het kwaad. En die man is er zo moe van geworden, dat hij maar nooit kon wezen wie hij zou moeten zijn. Die man is er zo moe van geworden, dat hij maar nooit voor God kon worden wat hij zou moeten worden. En dan klaagt hij het uit, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En dan komt het. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard wordt. Want dan hoor ik hem roepen. Maar ik dank God door Jezus Christus. Zegt Paulus, wat is het nou? Wat is het nou? Is het nou dat lichaam der zonde of is het nu Jezus, dan zegt hij, het is alle twee. Dat lichaam der zonde, daar zucht ik onder. Daar moet ik mee sjouwen tot mijn laatste snik. Maar er is ook wat anders. En dat is het leven van Jezus.
En dan geloof ik dat hij er toch wel eens voor ingewonnen is. Die doren in zijn vlees, wat het ook geweest mogen zijn, ik sluit niet uit dat daar ook Romeinen 7 onder hoorde. Hij had er maar wat graag vanaf gewild. Heren, die zonde, die zondige gedachte die me altijd weer aanvalt, die me altijd weer klemt, heren, kan die er niet uit. Nee, Paulus, die heb jij nodig. Want je moet werk doen, wat zeer aangenaam is voor je vlees. Als de mensen een beetje ingenomen met je zijn, Paulus, en je mag de kerk des Heren bouwen, dan wordt zo gevaarlijk. Dan wordt het zo gevaarlijk dat je je wat gaat verbeelden. En je hebt veel genade gekregen, Paulus. Maar uw benen kunnen die wilde niet dragen. Er moet echt wat bij, Paulus, opdat u zich niet zou verheffen. Maar mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht hier, het leven van Jezus, wordt in zwakheid, in uw sterfelijk vlees, volbracht. Dan gaat Paulus roemen, hè? Dan zal ik veel liever roemen in de verdrukking. Opdat het leven van Jezus, daar gaat het om. En kinderen Gods, je moet er maar op rekenen. Als de Heere je in zijn huisgezin opneemt, door wederbarende genade, of als die je een plekje in zijn dienst geeft, dan kom je op het aanbeeld van de vorst der duisternis te liggen. Dan krijg je klappen. Dan krijg je flinke klappen. En dat kan op allerlei manieren. Het kan zijn dat je een stervensgang moet maken in je huisgezin. Smans huisgenoten zullen zijn vijanden worden. Dat eigen zo vreemd wordt, omdat ze je weg niet verstaan. Het kan zijn dat je een stervensgang in je huwelijk moet maken. Dat God je gaat kruisigen, de begeerlijkheden van je vlees, maar ook het verlangen van je hart gaat kruisigen in je huwelijksleven. Gaat je kastijden. Een ander in zijn gezondheid, weer een ander in zijn maatschappelijke leven. Maar deze kastijdt ons tot ons nut. Was eens een predikant in Schotland. Die had een ontzaggelijk moeilijk huwelijk. De mensen wisten er ook van. Zijn vrouw sarde hem, plaagde hem. En op een zekere dag werd ze dood gevonden. En toen zei iemand tegen die predikant, man, nou ben je toch wel blij zeker dat je er vanaf bent. Hij zegt nee, want nou ben ik mijn uitdrijvertje kwijt. Hij zegt, die vrouw heeft me gedurig op de knieën gedreven. En wat zal er nu van me worden nu ze er niet meer is? Begrijpt u? Dan gaat het om een geheiligd kruis, dan gaat het om dit. Ook in het tijdelijke, in de dood overgegeven. Dat kan je lichaam raken. Dat kan je geest raken. Dat kan je gezondheid raken. Dat kan je gezin raken. Dat kan je carrière raken. Dat kan je huwelijk raken. En soms kun je er zo opstandig onder zijn. Dan loop je maar te schoppen en te trappen. En dan zou je met deuren gooien. En dan doet God het verkeerd en dan zijn de mensen verkeerd. En dan heb je enkel zelf medelijden. Totdat de Heere weer eens iets van Jezus gaat openbaren in dat sterfelijke vlees. In dat gebutste leven. In dat kruisdragende leven wat soms zo schuren en zo schrijnen kan. Zegt de Heere, mijn genade is u genoeg. Kun je soms in je gemis lopen, hè? Ook in tijdelijke dingen. Ben je misschien wel iets verloren of moet je iets gaan verliezen wat je zo dierbaar is. Dan zeg je, Heere, hoe moet dat toch? Misschien zit u wel te kijken naar een man die sterven is. Een vrouw met een ernstige ziekte. Een kind misschien en je ziet het voor je ogen gebeuren. Het gaat van je af, je moet het kwijt en je zegt nee, Heere, nee.
Heer, het mag alles zijn, maar niet mijn vrouw, mijn kind. Zegt de Heer, en toch ga ik het doen. Dan kan hij zo'n diepe wond slaan, maar weet u, als hij dan gaat waarmaken, het leven van Jezus in dat geslagen bestaan, krijg je zoveel meer terug dan wat je ooit in het tijdelijke verliezen kunt. En daarom, nogmaals, ik ken u niet. Maar als er nu van die beproefde kinderen God zijn, die toch wel een beetje meegezongen hebben met 56, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Kijk, hier gaat het om. En juist in de verdrukking wordt Jezus zo dierbaar. En als je dan zien mag dat iedere voetstap onder het kruis eerst door hem gezet is, dan kan het bij tijden een verwaardiging zijn om kruisdrager achter Jezus te wezen. Want dan is het een heiligend kruis. Dat leidt naar boven. En weet u, en dan eindigen we, want tijd is al lang voorbij, maar dat sterfelijke vlees, hè, daar gaat het een keer mee naar het graf. Je kunt bang zijn voor het graf, voor ook na ontvangen genade, maar je kunt er ook wel eens naar staan kijken met heimwee. Dan zeg je, o God, wanneer kom ik er nou van af? Van dat verdorven bestaan. Dat oude kind van God wat ik vorige week bezocht, zei het nog. Hij zegt, ik zei het tegen mijn kinderen, jongens, als ik gestorven ben, dan moeten ze me afleggen. Dat zal moeilijk zijn. Hij zei, maar zul je dan bedenken dat het de tweede aflegging voor me is? Want dan heb ik de eerste gehad. De aflegging van dat lichaam der zonde en des doods. Mensen, dat zal toch een bevrijding zijn. Voer mij uit mijn gevangenis, dan gaat het eindelijk open. Dan mag het vogeltje eindelijk uitvliegen. Dan gaat die kooi open van dat lichaam der zonde en des doods. Dan breekt het leven van Jezus ten volle door. Komt het tot volle bloei. Eeuwig leven in ongestoorde gemeenschap. En dan gaat dat lichaam, dat sterfelijke lichaam, dat gaat naar de aarde. Dat wordt gezaaid in het graf. Dan gaat het graf dicht. Dan gaat God zijn werk doen. God zijn werk doen, ja. Graf van Gods kinderen is een kleedkamer, gemeente. Dan wordt dat oude afgebroken. Tot stof. En dan op de jongste dag, dan gaat de kleedkamer open. En dan verrijst daar een verheerlijk lichaam. En die ontmoet de ziel en die worden verenigd. Om dan in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde voor Gods oog naar zijn bevelen te leven. Kom gemeente, kinderen Gods, wees eens eerlijk. Dat gaat toch wel eens trekken of niet? Al kun je soms 1000 doden sterven en kan het grafje aangrijnzen. Maar dat zal toch wat zijn. Nooit meer te hoeven zondigen. Dat zal toch wat wezen. Nooit meer te kunnen zondigen. Dat zal toch wat zijn. Niets anders te kunnen dan God liefhebben. Dan God loven. Dan God bedoelen. Nooit anders meer dan delen in de volle gemeenschap. En verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. En als je jezelf daar weer eens voor over mag krijgen, zeg je, Heer, laat me dan maar sterven. Ook in die stervensgang van dit leven. Als het dan maar is om Jezus wil. Als het dan maar is om Jezus wil. Opdat hij verhoogd en verheerlijkt wordt. En onbekeerde vrienden in ons midden. Dan ben je toch arm, hè? Je leeft en je leeft niet. Je leeft een natuurlijk leven, maar je mist het geestelijke leven. Dan openbaart zich de zonde in dat sterfelijke lichaam. Maar dan is er niets van God. Een wonder dat hij je dan nog verdraagt op deze aarde. En ook dat lichaam gaat naar het graf.
En dat graf gaat ook dicht. En die ziel gaat naar het naar verderf. En dat graf gaat open op de jongste dag. Dan zal het door de bazuinen des hemels als het ware worden opengeblazen. En dan zal er een lichaam tot afgrijzen uit het graf opkomen. En die ziel zal weer veroordeeld worden tot het lichaam. En het lichaam zal weer veroordeeld worden tot de ziel. En de ziel zal het uitroepen tot het lichaam. Hebt ge me weer gevonden, mijn vijand? En de ziel zal tot een kwelling zijn voor het lichaam. En het lichaam voor de ziel. En weet u, als je dan de weg geweten hebt en niet bewandeld, zul je met dubbele slagen geslagen worden. Je kunt nog bekeerd worden. Daar hoef je geen beste voor te zijn. Daar hoef je geen vrome voor te wezen. Al bij de goddeloosste van Lisse en omstreken, er is bij God doen aan. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. Dit leven is een damp. Het gaat haast voorbij. Zo zijn we in het leven en zo zijn we in de eeuwigheid. En niemand weet wanneer het ogenblik daar is dat God zal spreken, sla de sikkel aan. Waar gaat het dan heen? Naar het vuur of naar de schuur? Alleen die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Heren, zo mochten we uw woord overdenken. Naar de gang die u leidt en gaat met uw kinderen. En heren, dan kan uw kerk soms zo gebogen over de aarde gaan, onder de last van zichzelf en van het leven. Maar doe hen toch zien, het is om Jezus wil. En mag hij dan verschijnen in zijn glans en in zijn heerlijkheid. En geef toch dat uiteindelijk ook dat stof herrijzen mag tot uw lof. En dat er niemand van ons zou schenen achtergebleven te zijn door op zulke grote zaligheid geen acht te hebben gegeven. Vergeeft u alle zonden. Leid ons in het verdere en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers, Psalm 138 vers 4.
Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.